directeur van De Bonkelaar. En dit is de locatie Jan Toropstraat. We hebben vandaag een soort sponsorloop, een obstakelrace gedaan om geld in te zamelen voor Kika. Wat betekent dat voor de school? Nou, voor de school betekent dat dat wij graag elke twee jaar iets voor het goede doel willen doen. En op dit moment is dit voor school, het hele Kika-verhaal is echt een item geworden. Omdat een van onze leerlingen helaas ernstig ziek is geworden. En wij wilden daar graag ook vanuit onze kernwaarden, vanuit een stukje samenwerken, zelfstandigheid, wilden we graag een bijdrage leveren aan dit goede doel. Vandaar dat wij met de hele school ons in hebben gespannen om er iets moois van te maken en een fantastische opbrengst op te halen. En wel geteld 11.243 euro en 67 cent. En als ik dat naar het aantal leerlingen terug zou rekenen, dan hebben onze leerlingen bijna per persoon 30 euro opgehaald. Nou, dat is een waanzinnig bedrag natuurlijk, waar we met z'n allen ongelooflijk trots op zijn. Wij hebben een aantal kernwaarden die wij ongelooflijk van belang vinden. En vanuit die saamhorigheid en vanuit een stukje reflectie naar elkaar toe en vanuit het samenwerken, maar ook je verantwoordelijkheid willen pakken, ja, dat past precies bij onze kernwaarden. Dus vandaar dat we ons met z'n allen hiervoor in hebben gezet. Geweldig gewoon. Miranda Rosado, jij bent iemand die al een aantal jaren samen met jouw vriendin Wendy Beekman voor Kika rent. Waar ben je zoal geweest? We zijn begonnen in Chicago. Dat was de Chicago Marathon, oktober 2017. Daar zijn we begonnen. Vervolgens heb ik de Marathon van Londen gelopen. Vervolgens hebben we de Marathon van Berlijn gelopen. Toen zijn we naar Japan gegaan. We hebben de Tokyo Marathon gelopen, was afgelopen maart. En nu lopen we in november, 3 november om precies te zijn, lopen we de Marathon van New York. En wat drijft jullie om zo hard te rennen en zoveel te rennen en zo lang te rennen en dat allemaal voor Kika? Nou, we waren eigenlijk allebei altijd al heel erg sportief. We hebben heel veel soorten van sporten gedaan, maar op een dag zijn we gaan hardlopen. Wendy liep al eerder hard, ik deed andere sporten. Dus toen zijn we toch gaan hardlopen. Ik liep denk ik een paar maanden hard. En toen hadden we het idee, laten we eens ons gaan inschrijven voor een marathon. Maar goed, we schrijven ons in voor een marathon, maar je kan er ook een goed doel aan koppelen. En dat wilden wij eigenlijk heel erg graag doen. En zijn we eigenlijk wel per direct uitgekomen bij Kika. Ook omdat we allebei drie gezonde kinderen hebben. Wij vinden dat niet vanzelfsprekend. En we hebben ons ingeschreven voor de marathon van Chicago. Met Kika als actie erbij. En zo zijn we begonnen. Dus we zijn begonnen op de kinderboerderij. Dat was onze allereerste actie die we hebben uitgevoerd. Dat was kerstmarkt, december 2016. En zo zijn we begonnen als stap 1 voor Kika. En we hebben echt ondertussen al heel veel geld opgehaald. We hebben heel veel sponsorlopen gehad. En we hebben bingo's georganiseerd op bejaardencentra. We hebben bij sportclubs dingen gedaan. We hebben een golftoernooi georganiseerd. We hebben echt van alles al gedaan. Ja. En dit keer zo'n waanzinnig groot bedrag. Dat moeten jullie wel, dat moeten jullie echt wel geraakt hebben. Ja, klopt. Wij zijn ook heel trots. Een hele lange na vandaag, want we hebben een waanzinnig bedrag hier opgehaald op de Bonkelaar op twee locaties. En ik zei net al in mijn eind bedankje. Het zijn natuurlijk verschillende groepen.